Hallo. Hallo. Hoe heet u? Ik ben Hassan. Ben Hassan. Hoe heet u, mevrouw? Farah Su. Hoe? Farah Su. Farah. Nee, Farah. Hey, met hey, Farah Su. Ah, oké, Farah. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat is goed. Oké, en u? Harwane. Ik vind het hele moeilijke namen. Waar komt u vandaan? Iran. Iran. Weet u hoe ik heet? Shiraz. Shiraz? Ja. Nee, echt komen jullie uit Shiraz? Echt niet. Nee, nee. Even serieus. Komen jullie uit Shiraz? Nee. Nee, ik kom uit Iran, maar niet Shiraz. Ik ben wel een keer ooit naar Tehran geweest. Geweldig. Echt okay. Supermooi. Okay. Echt beste tijd en van waar mij. Waar kom jij vandaan? Uit Pakistan. Pakistan? Ja. Oké. Okay. Het is ook dichterbij. Ja, precies. En nu is mijn vraag heel mooi voor jullie. Ik ben wel eens naar Tehran geweest. Bent u wel eens naar Pakistan geweest? Nee, nooit. Nee. Wilt u wel een keer heen gaan? Zou u een keer heen willen gaan? Ja hoor. Dat kan wel. Ja? Alleen ik ben heel erg bang van de slangen. Slangen? Hoe bedoelt u? Snack. Ja, maar slangen zijn toch overal? Ook in Iran, toch? Ja, maar toch niet... U bedoelt die Pakistanse cobra? Ik ben heel bang voor giftige dieren. Ja. Giftige dieren? Ja. Ja, maar goed, die zijn niet in de steden. Meestal toch buiten in de... Ja, meestal wel. Maar ik heb het wel gehoord, als het zo erg warm wordt, dan komen ze wel gewoon in de steden, omdat ze een beetje kouder zijn. Ja, klopt. Maar ik in een dorp meestal komen ze wel naar je huis. Maar in een stad waar heel veel mensen zijn, dan zie je ze niet zo snel. Nee. Maar heb je dat dan niet in Iran? Nee, wij hebben wel in Iran, maar in de woestijn. Geen giftige dieren? Kan ja toch niet? Hoor, in de woestijn hebben ze wel. Ja, het grote. Wat is de giftigste dier daar in Iran? De slangen. Ook slangen? Spion. Ook cobra's en zo? Nee, cobra misschien niet, weet je niet, maar niet weet je precies, maar die hebben slangen, ja, slangen en dit chizochimigen, nee, in Agrab. Schorpioen bedoelt u? Schorpioen ook. Oh, ja, dat zijn Pakistanse schorpioenen zijn ook heel giftig. Ja. Mensen ja. die in Pakistan wonen, die kunnen misschien in de hoe heet het, comments schrijven hoe giftig zo'n dier is als hij ooit gebeten heeft. Laat maar weten, mensen. Waarom bent u zo bang voor eigenlijk giftige dieren? Ik bedoel, ja, ik snap dat iedereen bang is, maar u noemt dat speciaal op. Waarom? Bent u ooit gebeten door iets? Als we dan gebeten worden, vergiftigd worden en dan dood zou aangaan, zo, daar ben ik heel bang voor. Kunt u dat misschien vertellen, wat ze precies zegt? Zegt u dat je zij is zo erg bang voor, omdat kan dood zijn. Ik ben bang dat ik dood zou gaan, dat hij daarom heeft. Ja, dat is inderdaad niet leuk als dat zo'n giftige dier jou bijt en je gaat daar aan dood. Ja. Oké, maar wat weet u van Pakistan? Pakistan, ja, het is bij de grens, bij mijn eigen land. Maar heel veel moslim mensen, denk ik, daar wonen. Ja. Ook, weet je niet, 90% moslim of zo. Ja. Maar die Pakistan ook goed. Ja. Maar ik heb nooit geweest. Maar alleen in de film gezien, ook via programma gezien. Maar... En wat komt bij u als eerste in uw gedachten als u over Pakistan denkt? Denk ik bijna zelfde Iran. Ja? Maar nu is, denk ik, de regering van Pakistan beter dan Iran, denk ik. Nu de regering, dus u bedoelt de Shahbaz Sharif, de huidige regering? Misschien. Nee, ik weet niet. Mevrouw denkt er anders over. Nee, het is maar... beter dan Iran. Helemaal niet. Nee, ze zijn echt niet blij mee. Het is ik kijk volgens mij heel weinig naar nieuws over Pakistan. Ja. Want we zijn echt niet blij op dit moment. Nee, ze zijn echt zo streng en heel veel... niet goed in geld eigenlijk en dan economie onze, en daarom. Onze vorige premier Imran Khan beter was. Die was goed en volgens mij vonden jullie hem ook goed, hè? Want hij was één keer naar Iran geweest. Ja, dat was het wel gewoon zo dat hij heel erg mensen blij waren, maar nu ze zijn echt zo minder geld hebben, minder eten, minder alles. Alles is dat kapot gegaan. Mevrouw, bijna. Hoe oud bent u, als ik vragen mag? 51. Heel veel mensen zeggen dat Imran Khan, dus onze vorige premier, toen hij jong was en nu nog steeds, echt een hele mooie man is. Wat vindt u ervan? Mooie man! Ja. U weet wie ik bedoel, toch? Ja, ik weet het. Ja! Ik heb foto's gezien. Uw man mag het weten. Gezien, maar... Ik laat u nu gelijk... Ja, dus wacht, ik laat u nu gelijk foto's zien. Nee, hij is bijna hetzelfde als een van die acteurs van Hindustan. Ja, precies. Welke? Ik heb die naam vergeten. Apita Pacham.
No, no, no. Amitabh Bachchan? Nee, oké, okay, deze meneer, nee. Deze meneer. Ja, dat is bijna Sharokhan, zeggen ze. Oh, Sharokhan. Maar u mag gewoon eerlijk voor uw man zeggen. Wat vindt u van hij hem? Is mooi. Hij is mooi? Ja. Okay. Thuis niet ruzie maken. Voor wat? Omdat ze zeggen... Nee, nee, nee. 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 Nooit. Nooit ga voor die problemen, nee. Okay. Ik ook kan zeggen, die vrouw echt mooi. Oké. Okay. Ik kan u ook vertellen, Pakistanse en Iraanse mensen, Persische mensen, zijn echt mooie mensen. Ik ben in Iran geweest, ik zie ook hier in Nederland Iraanse mensen. Supermooie mensen, aardige mensen en ja, eigenlijk gewoon geweldige mensen. Dankjewel. Buitenland altijd aardig. Iraanse mensen voor buitenland altijd aardig. Ja. En mensen die kijken en die nooit naar Iran zijn geweest en denken van Iran is misschien niet veilig land of dit dat. Ik kan u garanderen, ik ben daar geweest. Ik heb nog nooit zo veilig gevoeld als Iran. Dus... Ja, dit is voor toeristen mensen veilig. Maar nu een paar toeristen moet oppassen. Ja. Omdat bijvoorbeeld een paar toeristen voor Frankrijk daar geweest. Die regering gepakt. Maar moet bijvoorbeeld 10 jaar blijven gevangenis. Ja. Omdat gaat dit wisselen met andere mensen dan hier. Okay. Ook dit is voor politiek. Okay. Maar gewone mensen altijd goed. Oké, woont u hier in Amsterdam? Of, Nee, niet Amsterdam. Iran is heel erg mooi. In een mooie land, grote land. En de Iranen zijn ook heel goede mensen. Maar de overheid is niet goed. En is dat zoveel mensen zijn, ook zelf als Pakistan, heel erg de... Minder geld, minder eten, alles door die overheid. En ja, de overheid maakt zoveel moeilijk voor de mensen. Nou, laten we hopen dat het allemaal snel goed komt. En, we hopen het ook. Wij hopen allemaal. Maar de vrouwen moet shawl hebben. Ja. Met zo heet moet je shawl hebben. Moet je heel lange mouw hebben. En dan moet de broek aan. Ja. Dan mag je niet zomaar naar binnen, maar nu, naar buiten. Nu echt slechter. Omdat die mannen mag niet met korte mouw. Okay. Mag ook niet meer? Nee. Nu. Okay. Ja, echt slechter geworden. Korte broek mag ook niet. Ja, ja. Korte mag ik vragen, waar komt u vandaan uit Nederland? Almere. Almere. Dichtbij. En wat doet u hier nu? Gewoon puur gewoon een beetje wandelen? Of, Ja, wij komen even wandelen. Mijn dochter woont in Amsterdam. Ja. Wij komen even met Kijk eens, er is een dochter daar al, die is heel verlegen, die wil niet op camera komen, dus die mogen jullie niet zien. Hallo. Oké, dankjewel mensen. Graag gedaan, Ik vind het heel erg leuk dat jullie mee wilden praten. U ook heel erg bedankt. Ja. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. En u ook heel erg voor uw eerlijkheid over alles en vooral over Imran Khan. Ja hoor. Wij gaan ervoor zorgen dat Imran Khan terugkomt voor u. Waarom niet? Tegen mij kan zeggen, Amber Heard ook komt nog aan mij. En, ja. wie weet komt er... Wat moest ik zeggen? Amber Heard. Wat betekent dat? Amber Heard. Je weet het niet. Amber Heard? Amber Heard. Ken je niet? Nee. Die vrouw van... die cheese. Daria Karayi was ik er kiboot. Oh. Is dat acteur dan? Acteur dan, ja. Dat weet je niet, maar ik ken de film. Is het acteur? Is het ja, acteur. Pakistanse? Nee, niet Pakistanse. Iranese? Amerikaanse. Amerikaanse, maar Pakistanse achtergrond. Vrouw van? Johnny? Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Ah, ja, Johnny Depp. Ja, okay, Johnny Depp. Okay, okay. Ja. Nou. Ex-vrouw van Johnny Depp. U hoort het, hè, wie hij leuk vindt. Ja. Okay. Mag niet ruzie maken. Geen probleem. Dank je wel. 1-1. Dank je wel. Het is beter gewoon eerlijk zijn. Ja. Zo is dat, mevrouw. Ja, dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja.